In deze nieuwe aflevering van de Teal Mask Pokémon DLC hebben we een beetje een awkward gesprek met Kieran, omdat we tegen hem liegen. Kieran wil ook heel graag tegen ons battelen en heeft best wel coole Pokémon, maar we moeten op zoek naar een kristal. En die vinden we blijkbaar hier bij dit bijzondere water. Oh, en ondertussen evalueer ik ook mijn Poltergeist nog even in een nieuwe vette Pokémon. Deze aflevering belooft een beetje awkward te worden, want ondertussen weet ik dat de Ogre de good guy is en de drie geëerde Pokémon eigenlijk de bad guys. Kieran weet dat ook, alleen ik weet niet dat Kieran dat weet. Volg in er nog? Anyway, hier is Kieran, dus laten we zien hoe dit gaat. Oh, en knal even gelijk het duimpje omhoog en vergeet natuurlijk niet te abonneren. Oh, hallo Kieran. Ik zie hij begint al awkward. Hij zegt, hoi Rikachu. Dus wilde je wat vragen. Waren jij en mijn zus, waar waren jullie over aan het praten dan? Kijk, en nu kan ik niet kiezen om hem de waarheid te vertellen. Ik kan zeggen van, ja, niet echt iets bijzonders. Of ik kan zeggen, ja, gewoon ditjes, datjes. Ik moet liegen tegen Kieran, ik wil niet liegen tegen Kieran, want ik hou niet van liegen. Oh, kijk, zie de teleurstelling op zijn gezicht ook. Zie, hij zegt ook, oh ja, nou, ik begrijp het, ja. Dus, nou ja, over die borden. Het laatste bord is nogal een stukje ver weg. Het is in de Paradise Barrens, aan de andere kant van Oni Mountain. We moeten over de berg heen en dan naar het noordwesten. Ga jij maar alvast vooruit, dan kom ik wel achter je aan. Zie, hij wil niet eens meer met mij zijn. Hij vindt mij helemaal niet meer aardig. Zie, hij zegt ook, waarom lieg je tegen mij? Jongens, liegen is nooit goed. Altijd gewoon eerlijk zijn. Dat is de les van deze Pokémon DLC. Oh ja, kijk, het is helemaal hier aan de andere kant. Oké, nou, dan gaan we gewoon deze berg weer op. Dit is inderdaad Oni Mountain. Hier zijn we al eerder even geweest. Ben benieuwd of we nu nog meer nieuwe Pokémon gaan vinden. Geodude bijvoorbeeld, die hebben we ook nog niet. Let's go, Geodude. Hoppakee, die hebben we er ook weer bij voor de Pokédex. Ik ga hem niet in mijn team doen, maar hey, we moeten de Pokédex compleet maken natuurlijk. Oh, hier is weer een watervalletje. Daar zingt K3 ook over, hè? Dus over deze waterval, jongens. En over die erachter. Wat zou er gebeuren als ik deze grot inga? Er zijn wel allemaal Swinup. Ik weet nooit hoe je het moet zeggen. Maar goed, die is ook nieuw, dus die moeten we ook eventjes vangen. Mamoswine is wel sick vette Pokémon, hoor. Zijn final evolutie vind ik echt cool. Ijs en een Ground-type Pokémon. Pak even TM'tje op. Uproar hebben we eigenlijk helemaal niks aan. Hierboven is volgens mij een Mass Outbreak van een Pokémon die we nog niet gevangen hebben. Oké, dat is een Timber blijkbaar. Ik zie helemaal geen Timbers. Het is niet hier, denk ik. Hier is het. Hey, maar heb ik jou eerder gezien? Clefairy? Ik weet wel dat Blissey erin zat. Ik zie je, Clefairy heb ik ook nog niet eerder gezien. Zoveel nieuwe generatie 1 Pokémon. Straks zitten alle generatie 1 Pokémon opeens een Pokémon Scarlet en Violet. Dat zou echt heel vet zijn. Sowieso wacht ik op een Pokémon game waar letterlijk alle Pokémon in zitten. Geef mij dat. Nice, Clefairytje. Wat is jouw favoriete Fairy-type Pokémon? Laat het even weten in de comments trouwens. Ik denk dat mijn favoriete Grimmsnarl is. Die vind ik echt super hilarisch. Ik vind trouwens ook gewoon gelijk een Moonstone, hè. Ik gooi die Moonstone gewoon gelijk op Clefairy. Let's go, Clefairy! Ik weet niet of ik hem in mijn team ga houden, maar voor nu vind ik het wel leuk om eigenlijk Clefable even in mijn team te doen. Ik heb Sandslash eruit gehaald. Clefable is een Pokémon die heb ik eigenlijk nooit in mijn team gedaan, maar volgens mij is het best nog wel een goede Pokémon. Sandslash heb ik al eerder een keertje in mijn team gedaan, vroeger toen ik Pokémon Red, Blue en Yellow speelde. Ik laat me graag even verrassen door Clefable. Zo, en dan pakken we Timber ook eventjes mee. Gaat ook niet in het team, maar hey, die Pokédex moet compleet! Sorry. Ik zal volgende keer niet schreeuwen. Zo, dit was een behoorlijk harde klap, moet ik eerlijk zeggen. Vind je dat normaal, Timber? Om zo tegen mij tekeer te gaan? Ik vind dat echt niet kunnen. Je sloopt mijn Ninetales bij... Wat ben je aan het doen? Why, yo? Oké, dit pik ik niet, hè? Ik bedoel, waarom heb jij überhaupt een wapen? Oh, wacht. Mijn Poltergeist heeft ook een wapen. Die heeft een soort van lepel slash chopstick. Nou, kom even hier. Er lopen hier nog 100.000 andere Timbers, dus die kan ik ook vangen, hè? Als je niet wil. Ja, precies. I'm yelling Timber, you better move. Vind ik niet zo'n hele leuke Pokémon. Oké, nu gaan we even door, hoor. We moesten dus naar de andere kant van de berg, van de Oni-berg, waar we nu op zijn. Kunnen we even deze kant zo opvliegen door dit ijslandschap. Hier ergens beneden moet dat bord zijn. We gaan een beetje zakken. We zijn hier inderdaad in Paradise Barrens. Dat is de plek waar we moesten zijn. Ah, kijk, ja, hier beneden, daar is die. Ook weer bij een grotje. Oh, maar daar ligt alleen een Pokéball in. Een Unremarkable Teacup. Oh, wacht eens even. Ik heb een vermoeden. Ja, ik dacht al dat ik deed. Ja, ik dacht al dat ik dit theekopje aan deze Pokémon kon geven. En dat we hem daarmee kunnen evalueren. Onze Poltergeist. Let's go. Hartstikke idee. Daar gaat die Poltergeist is evolving.
Kijk, grotere theekop. Sinistra. Kijk, lekker hoor. Hij doet alsof hij een kopje thee is. En als mensen van hem drinken, dan absorbeert hij hun levenskracht. Altijd zo duister, die ghost-type Pokémon. Hij wil move leren, Matcha Gotcha. Oh, ja, hiermee kan je dus je enemy best wel drainen. Ja, dat vind ik leuk. Hij is net iets sterker dan Giga Drain. Hij heeft wel minder accuracy. Maar goed, ik wil dat gewoon proberen. Lijkt me leuk. Weer een nieuwe Pokémon. Oké, Kieran, ik heb het bord gevonden, meneer. Kijk, daar is hij. Hij komt ook rustig aanlopen. En Kieran die zegt, volgens de oude legende was de oker hier vroeger vaak te vinden. Maar voordat we dit bord gaan checken, kan je mij misschien battelen? Ik heb mijn Pokémon nog helemaal niet getraind, hè, dus ik weet niet welk level jouw Pokémon ondertussen zijn. Die Bombardier hoort trouwens niet bij mij. Die staat hier gewoon te chillen. Deze keer zal ik winnen, zegt Kieran. Ja, man, je hebt me al een keer verslagen. Hij begint met Yamma. Kijk, ik begin met Ninetales, dus dat is een goede match. Ik wil winnen, ik ga winnen. Ik heb dit, zegt Kieran. Ik denk dat hij toch een beetje boos is. Ik snap het ook wel. Wij hebben gelogen tegen hem, dus ik begrijp helemaal dat hij boos op mij is. Yamma doet Air Cutter. Ik doe Fire Blast. Wat ziek idee. Ja, die is super sterk, die aanval natuurlijk. Sorry, Kieran. Daar gaat je eerste Pokémon, maar deze keer wil ik echt van jou winnen. Lekker gedaan, Ninetales. Oké, nu een Poliwrath. Ja, dan ga ik voor Sinistra. Daar gaat hij. Die Bombardier staat nog steeds te chillen. En daar is Poliwrath. Als ik Terrestrialize word ik een Grass-type Pokémon. Nou, dan blijf ik nog even normaal. Ik ga Matcha Gotcha proberen. Poliwrath probeert Hydro Pump, maar dat is een move die best wel vaak mist. Hij mist ook. En hier is Matcha Gotcha. Ben lekker een beetje roeren in mijn kopje thee. Ziet er goed uit. Als die me nu wel weet te raken met Hydro Pump, dan kan ik weer wat HP terugkrijgen. Oeh, volgens mij is het best wel een lekker Pokémonnetje hoor. Het is trouwens een Garde geworden, zag je het? Of hij heeft een Garde op zijn hoofd, zo lijkt het. Anyway, Sinistra, die heeft gewonnen. 5500 XP. Dat is kapot veel. Nu moet ik tegen Furret. Dan ga ik zelf wisselen naar Poliwrath. Want Furret is een normal type Pokémon. Die moeten we slopen met Dynamic Punch. Oeh, Furret gaat voor Super Fang. Dat betekent dat de helft van mijn HP gewoon weggaat. Dat doet die goed. Chillen move is dat. Kijk eens hoe hard we Furret slaan. En hij is confused. Doe maar jezelf slaan, joh. Oh my god. Hij doet Double Edge eroverheen. Hij sloopt mij bijna. Oh my, Poliwrath wordt gewoon bijna gesloopt door Furret. Ik ga Furret nooit meer onderschatten. Wat een baas is het eigenlijk. Oh shit. Ja, wel toffe battle dit. Nu moeten we tegen Diplin. Dan pak ik Clefable even. Ik ga Clefable even testen. Nog nooit battles gedaan met Clefable. En hij zegt, waarom gebeurt dit nou? Waarom? Oh. Kieran is een beetje depressief. En Carmine die heeft anger issues, ja. Als ik Terrestrialize word ik wel een fairy type. Dus laten we dat doen en dan gaan we Moonblasten. Ik dacht dat ik ging Terra typen. Blijkbaar heb ik het twee keer ingedrukt, waardoor we dat niet doen. Kieran die zegt, oh nee, niet doen. Diplin gaat voor de Energy Ball. Doet mij een beetje pijn, maar niet superveel. Nog een keer Moonblast, wat echt een goede aanval is, Moonblast. Wordt ook veel gebruikt in competitive modes. Moonblast is sick. En Clefable deed het lekker. Nice, allemaal Pokémonnetjes level up. We hebben van Kieran gewonnen en daar ben ik heel blij mee. Dit is een soort van revenge. Ik zou het niet kunnen maken om nog een keer van Kieran te verliezen. Sorry, maat. Hij zegt, ik heb verloren, nooi. Niet boos worden. Hij zegt, het is omdat ik zwak ben. Dat is waarom. Zie, hij heeft ook een beetje die anger issues. Hij wordt ook boos. En hij zegt, nou, laten we maar gewoon naar de bord gaan. Dan ben ik er vanaf. Nou, wat zegt dit bord dan? Als je de schaduwachtige figuren ziet, net buiten de stad, bij twilight, bij maanlicht, wees dan op je hoede. Doe een masker op en verberg je gezicht. Als je dat doet, dan maakt het niet uit of de schaduw een man of een monster is. Want je zal langs elkaar lopen, omdat je allebei een masker draagt. Als je geen masker hebt en je ontmoet de schaduw, dan moet je maar bidden dat het gewoon een normale man is. Als dat zo is en je overleeft het, dan zal je niet vergeten om altijd een masker bij je te hebben. Maar als het de ogre is, dan zal je sterven. Zoals alle mensen die de ogre hebben gezien. Dit is zo liegebeesterig. Kieran zegt dat iedereen vroeger een masker meenam, waar ze ook naartoe gingen. En mijn overgrootopa, die maakte die maskers. Super vet, zeg ik. Ja, ik weet ook niet zo goed wat ik moet zeggen. Kieran die zegt ook, ja, ik geloof niet dat de ogre zielen steelt, maar ja, het is wel waar dat onze familie die maskers maakte. Zelfs mijn opa kan nog maskers maken. We houden zelfs dat festival, omdat mijn voorouders dat idee hadden om dat festival te houden. Maar wat hier op dit bord staat, dat vind ik echt niet tof. Gewoon omdat de ogre een beetje eng is, werd iedereen bang en is de ogre weggejaagd. Maar ik weet bijna zeker dat de ogre ook gewoon eenzaam is. En ik zeg gewoon dat het waar is. Ik wil niet meer liegen.
Ik geef hem gewoon gelijk. Zie je, hij vraagt ook, denk je ook dat het waar is, Rikachu? Ja, dat denk ik ook. Nou ja, laten we die foto maar maken. Ja hoor, duimpjes omhoog. Zie je, hij doet alvast de duimpjes omhoog voor deze video. Jij moet het ook even doen, hè, als je dat nog niet gedaan hebt. We zijn klaar met de opdracht, maar Kieran moet sterker worden met zijn Pokémon, zegt hij. En hij gaat naar huis. Oké, Kieran, was leuk zo samen. Ik ga wel lopen. Ik kom eraan, hoor. Deze wil ik natuurlijk wel even vangen. Die is ook nieuw in de DLC. Let's go, Nosepass. Bam! En Gligar natuurlijk. Die lopen hier ook opeens rond. Oh, oké. Okay. Die hebben iets minder zin. Gligar doet Krabhamer. Zit nou mijn Ninetales niet eens de hele tijd kapot te maken? Jongen. Join gewoon even mijn team. Glizzor is trouwens wel vet Pokémon. Die is wel cool. Die moet je evalueren door een Razor Fang te geven. Ik weet eigenlijk niet of ik zo'n ding heb. Ik denk dat ik die even moet kopen. Oh, ik heb er wel een hier. Ja, ik heb hem. Ik vind Glizzor eigenlijk wel toffer dan Yanmega, denk ik. Dus je moet hem een Razor Fang gewoon geven om vast te houden zo. En dan moet je hem even levelen. Kijk, zo, hoppa. Oh, s'nachts. Is het nog geen nacht? Potver, ik dacht dat het al nacht was. Moet nog heel even wachten dus. Oeh, hier loopt ook weer een nieuwe. Ja. Chargebug! Althans, dit is Krubbin. Sorry, Krubbin. En die hebben we ook te pakken. Chargebug is natuurlijk zijn evolutie. Dit is gewoon Krubbin. Oeh, en deze is ook nieuw. Munchlaxie. Yeah! Zo gaat het wel hard als we het zo gewoon allemaal lekker bij elkaar vinden. Oh, oké. Okay. Munchlax die gaat iets moeilijker doen, zo te zien. Die gaat op zijn buik slaan. Jongen, niet jezelf slopen. Nou ja, voor de helft mag wel. Dat maakt het voor mij iets makkelijker om je te vangen. Dus dat vind ik wel prima. En drie. Yay. En ik zag achter deze rots ook nog een nieuwe Pokémon. Het houdt niet op. Kijk, daar loopt die. Mienfo. Ja, super chill, man. En die is ook binnen. Zo. Dat gaat soepel. Mienshao is trouwens wel echt een goede Pokémon. Zou nog kunnen overwegen om Mienshao in plaats van Poliwrath in mijn team te doen. Kijk, hier is Chargebug. Oh, ik loop opeens tegen een kleine insectje aan. Cutiefly. We gaan keihard met die Pokédex. Volgens mij moet ik lekker naar bed. Oh, de mevrouw bij de balie zegt we hebben een speciale service voor mensen uit Paldea. Je kan de settings voor je menu'tjes veranderen. Helemaal goed, joh. Ik vind het mooi. Even lekker slapen en de volgende dag gebeurt dit. Oh, hallo. Jij komt ook uit Paldea. Ja, toch? Carmine wilde me dat ik tegen jou zou vertellen dat ze op jou wacht op haar plekje. Oké, is goed. Is denk ik gewoon bij haar huis. Ja, zie je wel, we moeten naar Carmine's huis. Carmine, wat is er dan? Oh, opa is er ook weer. Hebben jullie mijn masker toevallig gemaakt? Ja, hallo, goedemorgen. Ik wilde even met je praten voordat Kieran wakker werd. En opa zegt, ik wilde ook op ons masker maken, maar... Ik heb een bepaald materiaal nodig als je wil dat ik dat doe. We moeten Crystal Cluster. Die moeten we pakken van de bodem van de Crystal Pool. Is goed, laten we het doen. Als je dat nodig hebt, dan gaan we dat doen. Opa die zegt ook, ik weet zeker dat Ogerpon het heel erg waardeert... dat jij zo begaan bent met het masker. En daar is Kieran morgen. Je Carmine die zegt weer, ja ga eens even weg. Ja man, oh, wees nou gewoon eerlijk. Zeg het nou gewoon waar het op staat. Dan wordt Kieran ook niet zo boos op jou en zo. En ondertussen zeggen de ouderen, oh, ik weet niet waarom die zo doet hoor. Ik heb geen flauw idee waarom die zo doet. Ja, wat denk je? Omdat hij ook wel weet wat er aan de hand is. En omdat wij je niet erbij betrekken. Nou, hier helemaal boven op die berg heb je een pool. En daar moeten we dat ding vinden, die kristalletje. Dus we moeten weer de berg gaan beklimmen. Zo, volgens mij ben ik bijna. We zijn echt helemaal boven op die berg, hè? Oké, cool. Ja, kijk, ja, hier moet dat wel zijn. Zeker wel. Ook weer allemaal nieuwe Pokémonnetjes, joh. Kijk, deze Slugma, die hebben we ook nog niet. Ja, die ziet er best wel cool uit nu. Zo, en nu hebben we hem wel. Wel chill dat je eigenlijk gewoon niet hoeft te battelen. Je kan gewoon allemaal ultra balls gooien en dan gaat het ook wel goed. Ik zag hieronder trouwens een grotje. Dus even kijken wat dit voor... Oh, huh? Wow, wat is dit voor grot? Is dit waar ik naartoe moet? Ja, wacht even. Ik ga eerst even boven kijken, hoor. Want ik weet niet wat dit voor plek is. Maar waarom klim je niet? Oké, wat gebeurt er? Waar zijn we? Oh, ik heb nachtmerries aan deze Pokémon. Ik zal nooit vergeten hoe deze heet. Ik weet niet of jullie de video van Linktijger hebben gezien. Maar ik heb nachtmerries gekregen van Carbink. Level 71, dude. 1. Ah, dit wordt wel moeilijker om te vangen, denk ik. Maar we moeten hem wel even pakken. Let's go, Carbink. Geef me niet nog meer nachtmerries. Top. Rock and Fairy type. Nou, die gaan we ook nooit meer vergeten. Oké, maar ik was dus helemaal niet van plan om hier naar beneden te vallen, jongens. Ik heb ook geen idee waar ik nu ben. Where the Kitakami Ogre Clan? Ik denk dat zij met mij wil vechten, deze Ogre Clan. Ja, ik wou eigenlijk helemaal niet met jou battelen. Ik wou eigenlijk met jou praten, Kotetsu. Ik denk dat jij matties kan worden met Kieran. Maar Kieran houdt ook van die ogre. En jullie blijkbaar ook. Met je Heracross. Van level 75. Dit ga ik nooit winnen. Dit ga ik nooit winnen. Ik had nooit met haar moeten praten. Mijn Pokémon zijn allemaal 15 levels lager. Oh my god. Deze Heracross gaat helemaal teams lopen. Oh, kijk. Ik heb Heracross verslagen. Maar daar blijft het waarschijnlijk ook bij. Hier komen Owens hier ook opeens, joh.
Ja, oké, okay, doei. Note to self. Niet met mensen praten zolang ik geen level 75 ben. Anyway, ik moet hier dus op zoek naar een kristalletje. Op de bodem van dit gebeuren hier. Oh, en Carmine die is er ook al zo te zien. Hallo. Ze zegt, kijk eens naar dit mooie uitzicht. Ja, het ziet er schitterend uit, joh. De kristallenpoel. Er is een vreemd gerucht dat je hier mensen kan ontmoeten die al overleden zijn. Ik moet er gewoon inspringen, oké? Okay. Want Carmine die kan niet zwemmen, zegt ze. En dan worden mijn kleren ook nat zo... Zeg zo, wacht even. Ho. Dit gaat. Oh, is dit een Pokémon? Of wat is. Het is Milotic! What up? Oh, we gaan ook maar samen tegen Milotic vechten. Betekent dat we Milotic niet kunnen vangen? Level 73! Oké, Morpeko die valt heel hard aan. Oké, Morpeko die doet bijna alles schoon hoor. Karma zegt. Hij is zwak. Laten we dit gelijk afmaken. Ik krijg eerst nog even een Ice Beam op mijn bakkes. Gelukkig kan ik er tegen. Ik doe Earth Power op Milotic. En daarmee maak ik hem nog niet kapot. Morpeko mag alles doen. Daar gaat hij nog een keer hoor. Oh, yo, sorry Milotic. Sorry dat er zo'n sterke Morpeko bij mij was. Oh, mijn Pokémon levelen zo hard. Carmen zegt, waaah, dat verraste me even. Maar nu ik erover nadenk, soms verschijnen Pokémon die er als deze Pokémon uitzien hier. En ja, en die heeft natuurlijk zo'n kristalletje achtergelaten. Dat dacht ik alweer. Ja. Ja, we hebben hem, de kristal. Die komt dus inderdaad van Milotic. Hey, Briar is daar. Die zegt de energie die van die kristallen kwam. Ik wist het. Hallo, geen idee dat jij hier ook was. Waarom ben jij hier, Briar? Nou, ze deed dus wat veldonderzoek. En ze was geïnteresseerd in hoe het water er hier uitziet. Deze kristalpoel, het water in de kristalpoel heeft dezelfde energie als de terrestrial energie. Geen idee waarom, maar het is zo. Als ik erachter kom waarom dat zo werkt, dan kan ik de terrestrial energy in andere onderdelen van Paldea gaan uitvoeren. Nou, Carmine die gaat er vandoor. En ik moet eigenlijk terug naar Carmine's huis. En dan gaan we mijn masker maken. Ik ben benieuwd wat we met dat masker gaan doen. En of we dan die ogre natuurlijk weer gaan tegenkomen. Dat zie je in de volgende aflevering. Dus abonneer en doe het duimpje omhoog. En dan zie ik je daar. Mazzel!